Op tweede paasdag 6 april houdt scouting Rudyard Kipling weer haar traditionele neuzelmarkt in het BKL-gebouw aan de Duivendijk. Neuzelmarkt, waarom? Wij hebben een derde van onze begroting. Een gedeelte komt van de subsidie en een gedeelte komt van de contributie. En een derde gedeelte komt van de opbrengst van de neuzelmarkt. En dan proberen we elk jaar de lat een beetje hoger te leggen. Ja. Dus het is vooral om de kas een beetje te spekken. Ja, zodat wij met onze speltakken bijzondere activiteiten kunnen doen. Wat valt er zoal allemaal te neuzelen eigenlijk? Ja, wat valt er allemaal te neuzelen? Ja, eigenlijk van alles. Boeken hebben we ontzettend veel. In het verleden hadden we ook veel audio en zo. Dat wordt wel iets minder. Computer wordt allemaal iets minder. Tassen. Fietsen, campingspullen, speelgoed. Eigenlijk wat je op een zolder vindt en wat je één keer in de zoveel tijd een keer kwijt wil, ook gaat ruimen. Dus ja, een rommelmarkt, neuzelmarkt, ja. Zijn er nog populaire dingen? Populaire dingen. Dingen die wat waarde, wij denken dat waarde heeft van een veiling. We hebben ook een veiling op de neuzelmarkt zelf. En die wordt dan apart gezet en dan wordt dan met een veilingmeester heel de dag door wordt er geveild. Er zitten ooit wel leuke dingetjes tussen. We hebben ook iemand rondlopen die komt een beetje neuzelen s'avonds met het uitsorteren. En die pikt er dan dingetjes uit en denkt van nou, dat is wel iets voor bij de veiling. Waar en wanneer? Onze neuzelmarkt is standaard altijd tweede paasdag. En wij doen de zaterdag ervoor, dus dit jaar is het 28 maart en de komende zaterdag 21 maart en zaterdag 28 maart hebben we ophaaldagen. Dat wil zeggen dat we de ene weekend komen we in Noord, Nuenen-Noord, en het andere weekend komen we in Nuenen-Zuid. Het is dus het tweede paasdag, hoe laat begint dat? Ja. Tweede paasdag gaan de deuren open om 11 uur tot 5 uur, maar er staan hier al mensen. 9 uur, 9:30 beginnen ze al in de rij te staan. Wordt de rij al gevormd hier buiten de straat. En op het moment dat de deuren losgaan, dan is het echt rennen. Kleding, schoenen, audio, tassen. Je ziet ze overal naartoe rennen. Het is echt rennen. En dat is gewoon wel leuk om te zien. Het zijn net de dolle dagen. Ja, net de dolle dagen van de Bijenkorf.